Hallo mensen, welkom in Car Mechanic Simulator 2014 en we gaan vandaag weer verder met mijn carrière. We gaan order 8 doen en denk ik nog 2 of misschien nog 3, hangt er vanaf hoe lang het duurt, maar waarschijnlijk nog 2, dus in totaal 3, ik praat te veel. Repair exhaust. My car has become really loud. My muffler is probably damaged. $900. Als eerste ga ik hem dan maar even omhoog zetten. Oké. Die is goed. Zo, inderdaad, die muffler is kapot. Precies wat hij al zei. Ga ik eerst even kijken of ik hem kan repareren. Hier. Nee. Muffler. Het is volgens mij een... muffler weer. Het is geen speciaal zoals een V8. Muffler rear. Oh, $250. Your inventory. Die klopt. Eerst gekeken of je hem nog wou. Denk ik eigenlijk niet. Hoop ik in elk geval. Dat ben ik zuur. Oh. Oké, instinker. Het was inderdaad zo. Precies wat hij zei. Oké. Als ik dat had geweten, dan had ik hem veel makkelijker kunnen doen. Nu moet hij er weer eerst van af. Om eerlijk te zijn, wist ik niet eens dat er ook nog een middenmuffler was. Ik wist alleen wel dat er verschil is tussen de V6, V8 of een gewone. Kan ik deze wel repareren? Nee. Muffler middel. Koop. Ja. Inspect. Wat gooi je erop zetten? En de exhaust pipe rear. Vier schroefjes. Nu zie. Yes, hij is klaar.
op naar repair order 9. Wat zal ik moeten gaan doen? Perform a test drive, repair the steering. The steering feels really loose. Could you check it? Okay, we dat niet hebben. Test drive. Met zijn acceleratie lijkt ook iets mis te zijn. Met zijn sturen in elk geval ook. De remmen zijn wel goed. Nee, eerst dacht ik dat het nog wel goed zou zijn. Het leek er zo goed. Alleen inderdaad, er is iets mis met het stuurwiel. Daar zie ik een boosdoener. Hoeveel krijg ik er eigenlijk voor? $3,000. Maar ik denk dat het dan wel wat meer dan alleen dat is. Oh. Oké, dat moet vanaf de wielen. Ik had het geweten. Maar goed, op zich. Ik heb nog tijd zat om dat soort dingen te weten. Zo van, ja, oh, als ik dat moet loshouden, moet ik eerst via de wielen iets doen. Ik heb nog tijd zat voordat ik echt de moeilijkere dingen krijg. Waar er echte instinkjes zitten, want in principe, als ik ook maar ietsje vanaf had geweten van auto's, dan had ik net geweten dat ik ook een midden muffler had gehad. Wat had ik nu geweten? Ik weet niet of het dit echt ook zo is. Waarschijnlijk wel gedeeltelijk. Ja, eigenlijk wel compleet als ik er zo naar kijk. Maar goed, waarom met die muffler was het zo? Oh, wat haat ik deze camera. Ja, pak. Maar ook iedereen die dit spel al heeft gespeeld, of wie het speelt, iedereen zegt ook, oh, wat is die besturing van de camera slecht. Eigenlijk een complete besturing. Oh, nee, verkeerde. Ja, er is alleen een muffler middel, die niet. Die had ik nog van de vorige. De power steering rack. Die moet. Ik ga eerst even kijken. Misschien is die al te repareren. Nee. Ja, die ga ik niet repareren. Power steer rack of zo. Ik weet het al niet meer. Power steering rack. Dat is. Oh, 1500 dollar. Ik heb dubbele gekregen.
loop weer verkeerd om. Nee, ah, shit. Radcamera. Het vervelendste is dat hij zo draait. Kijk weer dat wiel. Oké. Okay. Maar als je nog een klein rot dingetje moet doen. Dus nu moet ik daar iets doen. En dat valt mee. Dit is ook goed. Alleen dan gaat dit verkeerd. Zo, ja, oké, die kan ook nog, maar echt. Ik weet niet of jullie het echt merken. Als jullie het spel zelf ook zouden spelen. Wat trouwens voor best weinig geld kan. Zeker als je via de site GTA gaat, dan help je mij ook nog eens. Maar als jullie het zelf zouden spelen, dan zouden jullie echt merken zelf van, oh, wat is dit slecht. Ja, hij is gedaan. Op naar 10. Ik wou 20 zeggen. Toen komt er ook 20 frames per second had. 10 gaan we doen. Replace fuel pump. I was driving on fumes. And I think I've overheated my fuel pump. Can you replace it? $600. Nog niks is gecontroleerd. Fuel pump. Is het filter? Ja, hier. Oké, die kan ik dus niet vanaf hier doen. Fijn. Waarvan dan wel? Niet vanaf dat wiel. Ik erbij komen. Nou, zeker niet via de voorkant. En waarom kan ik hem niet onderzoeken? Ben ik dom. Dat hij er, omdat hij erin zit, kan ik hem natuurlijk niet onderzoeken. 1%. Het is goed dat hij hier naartoe is gekomen. Fuel pump. Ik krijg 600. Ja, dat is goed. Ja. Yes. Wel, krijg ik nog even $3 erbij. Dat was hem. Dat was hem ook voor dit filmpje. Bedankt voor het kijken. Kijk voor deze link voor Nerdist Game 2 als je hem ook wil kopen. Van GTA.
Kijk in de beschrijving. Vergeet niet te subscriben als je dat nog niet hebt gedaan. Als je dat wilt, like hem even, dat helpt mij ook. Laat even vrienden weten over dit filmpje als je hem leuk vindt. Of dat je denkt dat zij hem wel leuk zouden vinden. Nog een keer bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.